Yo mensen en welkom bij deze nieuwe video van Farming Simulator 17. Ja, vandaag wil ik dus eventjes verder gaan in Losberg. Kijken, want ik ben bezig. Ik heb het bos gekapt, dus ik ben nu even bezig met decoraties daar neer te zetten. Alleen ik moet even kijken. Hekjes is natuurlijk uiteraard roteren. Het sneeuwt wel heel erg, dus even kijken welke kant was het ook weer op. Nee, niet die kant. Dat is volgens mij. Ja, oh ja, het was hierheen. In ieder geval, doe even een duimpje omhoog als jullie dat nog niet gedaan hebben. En dan, ja, doe dat dan zeker eventjes. En dan, oh, dat was voor mij helemaal een rondje gedraaid. ja, het was hier zo. Oké. Eens kijken hoor. Hey. Oh ja, zo kan ik natuurlijk even goed kijken of hij precies goed staat, hè. Zo. Oh, ik wil hem natuurlijk precies recht hebben, uiteraard. Oh, gaat fout, Keel, gaat fout. Nou, het kan beter, maar. Ik vind het zo op zich ook wel oké. Zo. Dat moet het voorlopig even zijn, want hier begint het weiland dus. Ja. We willen natuurlijk niet dat meteen de koeien hier naartoe gaan lopen. Of wat dan ook. Dus daarom zetten we eventjes een hekje hier neer. Zo. We hebben gelukkig toch gewoon genoeg geld, dus daarom. Oké, en dan hier, geloof ik. Zo, we doen het gewoon zo. Oh, wacht. Gaat hij dan nog wel? Ja, ik vraag me af. Ja, ik vraag me af of hij dan nog wel open gaat hoor. We gaan gewoon even kijken. Want gaat hij nog wel open dan? Eens kijken welke kant hij gaat. Deze kant op, ja. Oh, dat gaat gewoon makkelijk. Dat gaat gewoon makkelijk, ja. Nee, ja, klaar niks meer aan doen. Ik haal deze trekker even. Gaan even op een andere plek neerzetten. Want we gaan hier natuurlijk nog wat dingetjes bij bouwen. Ik denk dat dit het enige is, hè. Nou, mooi niet. Ik moet even kijken wat mooi is voor andere gebouwtjes. Wat nuttig is eventueel. Nou, hekken hoeven nu even niet, natuurlijk. Bomen helemaal niet. Dit soort huisjes. Is dan op zich ook een praktisch vooral schuurtje. Nou, op zich kan ik daar wel wat mee hoor. Ja, op zich is het wel
Het heeft wel wat op zich. Zo'n schuurtje. En dan op zo'n helling, hè. Dat maakt het al helemaal mooi. Zo, we kunnen hem of gewoon hier neerzetten, of we kunnen hem. Ik moet even kijken wat mooi is. Oh, dit staat op zich ook wel mooi. Kijk. Ik denk dat dit mooi staat. Kijk, nou ja, ik vind dit heel mooi. Ja, ik zet hem hier neer. Oh. Hij kan hier. Dus. Dan zet hem maar daar neer. Oh, dat is ook niet. Op zich ook niet verkeerd. Ja. Ja, het staat wel best wel mooi hoor. Vind ik. Dan. Er is ook een extra picknickplaats, hartstikke leuk. Bij een korf misschien. Dat is ook altijd wel gaaf. Voor honing, maar dat heeft nu geen zin. Want ja, het sneeuwt en de bijen zijn dood. Dus je hebt er letterlijk helemaal niks aan. Nee, je hebt er gewoon echt gewoon letterlijk gewoon. Voor de rest heb je aan zo'n bijenkast gewoon echt helemaal niks. Wat is een mooie plek? Is dit. Dit eigenlijk lijkt dit wel. Dit lijkt me op zich al een mooie plek, jongens. Ja, hier zo. Hier lijkt het al. Op zich, hier lijkt het me wel mooi. Dus dan zetten we hem mooi daar. Lijkt me inderdaad wel leuk. Ja, dan zijn we gewoon extra lekker aan het bouwen. Want we hebben toch. Oh, nee. Holy shit, dit is al heel groot. Voertuigwerkplaats. Zoals ik ook al nog maar. Of het echt geschikt is, dat weet ik ook weer niet. Dit is een andere kweekkast. Is op zich ook wel leuk om om neer te zetten. Zou ik best even wat anders dan normaal. Oh, ik heb echt geen flauw benul waar ik nu heen ga eigenlijk. Oké, okay, we zijn dus nu hier. En het is dan juist de bedoeling dat we. Kun je nagaan, ik weet de weg niet eens meer. Hé? Wat? Waar ben ik nou weer uitgekomen? What the fuck? Volgens mij ga ik helemaal niet goed ook. Nee, ik ga juist inderdaad helemaal niet goed. Holy shit. Holy shit. Ik ga helemaal niet goed. Ik moet zo. Geloof ik. Of niet soms. Het komt gewoon door die rotsneeuw ook. Dat maakt het ook gewoon zo. Ja. Wacht, of moest ik juist zo? Hoe ga ik nou eigenlijk überhaupt? Holy fuck. Nou ja, dan doen we het maar overnieuw. Het was deze kas. Oké. Zo, hè. Rechtdoor. Dus, en niet andersom. Dat is niet goed. Gewoon lekker rechtdoor blijven gaan. Ik snap niet waarom we het net niet konden vinden eigenlijk. Überhaupt. Maar waar zet hem dan neer? Want we hebben steeds minder plaats. En volgens mij gaat het misschien ook laggen binnenkort. Voor een kas is er niet meer zo heel veel ruimte.
Maar uiteindelijk kunnen we hier nog wel wat bij. Als we dat dan gaan kappen, dan kunnen we daar nog even wat bij bouwen. Is dit misschien wat? Zonnecollector. Produceert groenten die auto. Nee, produceert die automatisch wordt verkocht voor geld. Nou. Hoewel. Nou, dat spreekt me wel aan hoor. Nee, toch niet. Of niet, toch niet. Mij leek eerder zo'n picknickhutje leuk. Verwarmingsinstallatie. Houtsnippers afleveren bij dat verkoopstation. Is een ideetje. Is een ideetje. En dan gaan we nog zo'n picknickdingetje neerzetten. En dan zo'n watertoren. Dat vind ik wel een idee. Dat vind ik een zeer goed idee. Zo. Dan, oh, ik ga de zon zo snel schijnen. Want anders hebben we niet heel veel aan. Niet heel veel meer aan. Zo. Kijk, dit is een mooie plek, toch? Zo. Want dan kunnen we gewoon lekker houtsnippers hier afleveren en dan wordt het lekker warm. Oh, en wie houdt nou niet van warmte, hè? Jongens. Oh ja, watertoren. Altijd goed. Een leuke watertoren. Lekker vers water, jongen. Lekker vers water. Tenzij er al heel lang water in zit. Want ja. Die watertoren ziet er niet bepaald modern uit. Of zo. Zoals het water dat erin kan zitten, dat is vast waarschijnlijk gewoon hartstikke nep. En ja, het is sowieso nep. Maar, hè, is wat ik bedoel. Maar waar zitten de watertoren überhaupt neer? Ja, weet je, dan hadden we dit moeten kappen eigenlijk. Maar we kunnen hem ook gewoon lekker heel de berg zetten, hè? Jawohl. Oké. Okay. Oh. We kunnen hem ook gewoon hier neer. Kan hij hier hopelijk? Waarom kan hij er nou niet? Het zou leuk zijn als hij hier kon staan. Nope. Nou, dan maar hier, hè. Dan maar hier. Dan zetten we de grote watertoren naar hier. Ja, en dan zet ik, weet je, en dan zet ik hem andersom. En dan is het weer niet, dan is het weer niet goed. Weet je, dan is het weer niet goed. Oh, hey, kijk eens aan. Nou, dan zet hem toch lekker hier neer. Kan mij het schelen. Wat we dan nog willen, om het helemaal lekker af te maken, dan willen we uiteraard, willen we dan nog een, nou, windmolen, ja, of dat er wel echt mooi bij, dat ik er wel mooi bij vind passen, ik weet niet, maar deze kunnen we neerzetten, maar die gebruiken we niet voor dat picknick gedoe, maar die gaan we gebruiken voor eventuele machines eigenlijk. Deze gaan we niet gebruiken voor speciale gelegenheden. Gewoon voor de picknick. Maar we gaan hem gewoon random gewoon ergens voor gebruiken. Gewoon, ja. Gewoon, ja. Even kijken, maar wat is een mooie plek? En waar kan hij überhaupt? Nou, hier kan hij niet dus. Oh. Nou. Maar als hij hierop staat, dan. Ja, aan de ene kant denk ik van. Jawel, of we plaatsen gewoon wat anders. Dat kan natuurlijk ook. Nee.
We kijken of we wel gewoon even. Of zou dit er passen? Ik heb echt geen idee. Of dit er zou passen. Ik denk het trouwens niet, natuurlijk. Want het is een, ja, het ziet er een beetje te groot uit, hè? Zo. Nou, proef op de som, jongens. Past het er of past het er niet? Ik denk het. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Nou. Weet je, het is ook zonde om een heel stuk weiland, weet je wel, weg te halen hier. Dat zou ook ontzettend zonde zijn. Maar toch wil ik er nog wat neerzetten. Iets wat, nou. En dat kleine voertuig ook, dat is ook weer niks. En hooizolder hebben we al. Maar ik wil er toch even lekker een mooi gebouwtje neerzetten. Maar wat hebben we nou nog niet staan? Weet je, als het toch echt moet, dan plaats het toch gewoon maar. Nee, dit hebben we nog niet staan. Nee, volgens mij. Nou, dan plaatsen we dit toch lekker. Ja. Altijd goed, toch? Dan weet je beter iets dan niets, zeg ik maar altijd. Oké, dan doen we het. Dan, als het past, überhaupt, hè? Als het überhaupt past. En als het niet past. Nou. Dan. Maar we hebben hier natuurlijk ook nog. Alleen, ja, er staat wel op een pittige helling. Maar. Ja. Ja, het staat op zich al netjes zo. Ik vind van wel. Dan laten we het zo, maar voorlopig even. En dan hebben we genoeg, dan hebben we genoeg bedrijvigheid hier. Ga ik nog even wat opruimen. De laatste klusjes nog even doen. Kijk, dan gaan we met de bus weer even terug. En ja, dan. Misschien we wel of het sneeuwt. Het is koud. Dus dan moet. Ja, we hebben nog genoeg hout om houtsnippers te maken. Maar dan moeten we wel de Jenser bij pakken. En dan dat apparaat. En ik heb er op dit moment niet veel zin in. Omdat het slecht weer is, natuurlijk. Maar we hebben toch genoeg. Ja. Maar. Al die loofbomen zijn gelukkig weg, dus we kunnen die naaldbomen kunnen we omzagen wanneer we willen. Dat is hartstikke mooi. Ik wil er ook nog even wat doen, want ik had een nieuwe mod geïnstalleerd. En dat is dat ding waar je balen in kan doen. Ik ga ervan uit dat de koeien helemaal geen eten meer hebben en dan heb ik ze waarschijnlijk. Kijk, zie je, ze hebben helemaal geen eten. Ze hebben gewoon helemaal geen eten. We gaan het gewoon even met deze trekker doen, want ja. Het is een beetje zonde om gewoon met een grote trekker door de stal te gaan. We gaan het maar even met deze mispurs doen. Op het werk opknappen. Ja, deze laten we hier. Vervolgens. Wat ik nog even wil doen. Oh, wacht, ja, ik moet hem daaraan koppelen. Voordat we ze gaan voeren, de koeien. Want ik ga ze absoluut eerst even gaan, want ik heb dit apparaat ook nog nooit gebruikt. Ik wil eerst even de stal schoonmaken. Dat is wel handig, ja. Zo, dus pak ik hem even de shovel. En dan gaan we het allemaal eens nog even schoonmaken. Ik ga
maar even lekker schoonmaken. Ja, even lekker schoonmaken, joh. De laatste tijd ben ik vooral lekker veel Farm Simulator aan het doen. Omdat ik het hartstikke toffe game vind, dus ik moet binnenkort ook wel weer zeggen. Ik wou eigenlijk Minecraft gaan uploaden. Maar het kwam er niet van, omdat ik ben gewoon lekker bezig. En daar gaat het van. Weet je, met het weer wil de koeien toch binnen zijn. En zij hebben geen fucking eten, dus we gaan ze eten geven. Dat is onze plicht. Als boer, hè. Je bent verantwoordelijk over je eigen koeien. En anders komt de dierenbescherming en wel halen. Als hij niet de Engelse eisen voldoet, de boer. Soms heb ik echt gewoon hier een. Waarom werkt het nooit eens mee af en toe? Oh, ja hoor, ik had hem weer eens. Oh, ja, ik hield hem waarschijnlijk. Kijk, het is even wat netter, dus als we even de stal gewoon even lekker schoonmaken. Dat is ook wel lekker. Ik snap, weet je wat ik alleen niet snap? Waarom het eigenlijk aan het sneeuwen is in de stal? Waar is de logica? Het sneeuwt toch. Waarom sneeuwt het binnen? Dat is echt niet realistisch. En ze wouden de makers willen het nog wel realistisch laten lijken, maar op deze manier. Op deze manier niet echt, inderdaad. Giants software. Gedoe dat is toch aan het tellen. Misschien moet ik maar 4 wil. Wat ik misschien moet doen is dat ik misschien maar 4 wil dinges moet doen. Zo, ja, meer moet ik zien. Zo, eerst heb ik dit, dan de rest. Oh, en het is glad, dat ook. Okay. Ja, echt perfect hoeft het niet per se te zijn, maar zolang het maar wel even zoals gedeeld en er wat uit is. Kijk, zoals dit. Ik vind dit eigenlijk al wel, wel goed. En dan gaan we zomaar even een baaltje pakken. Is dus. Oh! Wel eens hoe het werkt. Ik wil het dolgraag even zien. Oh wacht, nee, deze is van de showroom. En ik dacht dat ik er al eentje had van de voorlaan. Had in ieder geval dat ik eigenlijk deze. Ik dacht dat ik ook gewoon een balenvork had, maar volgens mij is deze. Deze zou ook goed kunnen zijn.
geloof ik. Ja, volgens mij is deze ook wel goed. Ik heb wel vaker gezien dat ze wel eens met dit soort balen tappen. Dat kan wel ronde balen mee oppikken. Laten we dat gewoon even naar even kijken of het kan. Oh. Is het mogelijk? Ja hoor. Het is mogelijk. Dan is nog de vraag, gaat het laggen en glitchen? Dat is nog wel een grote vraag. Maar het werkt in ieder geval. En volgens mij werkt dit ook nog eens makkelijker. Omdat, misschien moet ik maar meer gaan experimenteren met balen inderdaad, zit ik te denken. Ik denk dat het misschien ook wel leuker is. Balen zijn misschien ook veel handiger, weet je. Ik ben net ook steeds meer boeren gaan gebruiken. Zo. Het gaat er dus nu om dat er... Oké. Ik dacht, weet je, ik dacht... Zeg, gaan we niet zeggen dat het niet kan? Of moet hij soms ondersteunen? Nee, het moet wel kunnen. Het moet wel kunnen. Of ik, weet je wat we anders gaan doen? Weet je wat ik kan doen? We tillen maar gewoon in. Dus, ja, kijk, zie je? Dat werkt toch wel goed, hè? Eens kijken. Dat ziet er goed uit, hoor. Dit ziet er wel onwijs goed uit. Alleen inmiddels is er nu alweer kilo's af of bijgekomen. We gaan nog een baal pakken. En dit keer gaan we even meerdere pakken. Want dat houdt in dat ik binnenkort ook meer balen moet gaan maken. Nou, dat doen we in de volgende aflevering. Maar het wordt vandaag eens gezegd dat we koeien gaan. We gaan vandaag eens lekker koeien voeren. Met dat nieuwe apparaat. Zo. Ja, daaronder ligt nog meer kuilvoer. Ja, op dit moment vind ik de kuilbaal ook gewoon veel leuker om mee te werken ofzo. Ik weet niet waarom, maar als je gewoon kuilvoer gebruikt, dan is het al meer. Dan schep je het meer. Zo, dat is baal 1. Dit keer, ik denk 3 balen ongeveer. Denk ik. Als het zo moet kunnen. Volgens mijn berekeningen, die waarschijnlijk... helemaal fout zijn. Dus in totaal hebben we nu nog balen die hier liggen. We hebben nog 14 balen over. Min 1. Wow, joh. Ik weet niet... What the fuck? Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Ik weet echt niet hoe ik dit voor elkaar heb gekregen, maar hier klopt, voor mij klopt hier iets niet, hoor.
Kijk, het blitst gewoon een beetje. En kijk, dan heb je dat natuurlijk. Maar ik vind het wel een handig apparaatje, want dan hoef je niet meer helemaal met, ja, met die voermengwagen door de stal en dan steeds helemaal manipuleren. Dat hoeft nu niet meer. Dit is nu de toekomst, wat er nu doen met het apparaatje. En balen natuurlijk. Dus sluissilo's, die zijn niet meer lang nodig. Nou, misschien wel voor moois. Maar was het geloof ik ook een mop dat je ook kafbalen kunt persen. Oh, ik hoop dat ik hier nog uit kan. Oké, wat is dit dichtst? Waar zijn de... Wacht eens even, wat is dit? Oké, wacht. Ja, dit is echt onwijs veel. Dit is echt heel veel tijd. Ik verknoei echt om tijd nu. En dat komt van oprecht omdat ik ben vastgelopen hier. En nu loop ik hier ook alweer bijna mee vast. Nou, lekker dan weer. Eens kijken. Ik hoop dat hij nu wel los is. Ja, dat komt gewoon door het vaste stukje daar. Eindelijk ben ik eruit. Ik weet niet waarom dat stuk niet weg kan. Maar het is heel vervelend. Dus het ligt ook echt zo letterlijk van in de weg. En dat is niet fijn. Als het goed is, zou dit genoeg moeten zijn. 3 balen. We zien het wel. Oh. Of zou dit al... Oh. Ik denk dat het nu al genoeg is. Ja, 600% dacht ik al. Oké. Dit werkt voor een meter. Ik snap er echt helemaal niks van. Waarom het niet... Ja. Ik snap niet waarom je het nou niet hield eigenlijk. Het moest gewoon kunnen. Dus het moet... Als het bij deze ook niet werkt, dan is het wel erg vervelend. Oh, kijk, zie je, dacht ik al. Ja, kijk, daar heb ik het al. Wat nou? Als je dit nou met de deuts gaat doen? Ja, dan gaat hij ook achterover, dat weet ik ook zeker. Maar omdat hij wel wat groter is, zou het misschien wel... Ik hoop dat het gaat. Ik heb dit nog nooit gezien, dat ik gewoon zo'n ding met kuil voel. Maar het komt ook op. Kijk, zie je... Bij die grote gaat het gewoon. Maar bij die minder zwaar, bij die kwetsbaarder trekken. Daar
Nou, schijnbaar kun je dit dan dus alleen doen als je zo vol zit met een grote trekker. Zelfs meestal bij de boeren gebruiken ze meestal boeren meestal maar een tweede trekker of een derde of een oude trekker. Goed, dan gaan we dat overtolgen en uiteraard dan gaan we dus hier op deze berg gooien. Wat ik hier dan even mee wil doen, zodat het allemaal zo meteen weer even weggaat, zodat ik weer even kan opruimen. Dan gaan we even de balenpost pakken en dan gaan we even lekker balentjes van maken. Lekker wat baaltjes. Dat geeft weer even wat ruimte. En dat is ook, dat is maar mooi ook. Oh shit, nu begint het geplooi weer hier. Dit is ook gewoon echt hartstikke veel eigenlijk. Echt behoorlijk veel. Ja. Zo. Dan gaan we goed sturen. Oh, niet die baan omlaag stappen. Oh ja, daar viel een van die ronde banen. Nou ja, voorlopig is dit wel even goed. Dan stort ik dat nog even meer op de hoop. En dan ga ik er uiteindelijk nog even paardjes van maken. Dan geeft het, ja, dan meer ruimte. Altijd goed. Oké. Nou, dat was het. Ja, ik vond het wel oké geweest. Het was wel leuk. Ik vond het mooi. En ja, ik hoop dat jullie deze aflevering ook leuk hebben gevonden. Laat zeker even een duimpje achter. Bedankt voor het kijken. En dan bedankt voor het liken. En dan tot de volgende keer. Dus doei doei.